Hoi allemaal, ik heb weer een nieuwe film voor jullie, een nieuw idee, namelijk hoe je vaccinlichtjes kan maken. Nou, wat heb je nodig? Je hebt van die potjes nodig die je al bij het eten gebruikt, dus die kun je gewoon bewaren. Daarnaast heb je elastiekjes nodig. Ik zal je zo laten zien waarvoor je deze nodig hebt. En een spuitbus. Ik zou een hoogglans spuitbus gebruiken, of in ieder geval een spuitlak die hoogglans is. Ik heb grijs en hoogglans die dekt namelijk het beste. En ik denk dat deze ook het beste hecht op glas. Elastiekjes die moet je eigenlijk om het potje heen doen. Vervolgens ga je het spuiten met de spuitbus en dan moet je laten drogen. Als het droog is, dan haal je de elastiekjes eraf met een schaar of veel voorzichtig een beetje lospeuteren. En dan zie je eigenlijk nog steeds die randjes van het elastiekje, ja, zie je nog zitten. En als je dan een vaccinlichtje erin doet, geeft dat een heel leuk effect eigenlijk. Dus dat ga ik even doen. Als de potjes droog zijn, dan kan je de elastiekjes zeg maar verwijderen. Dan kan je bijvoorbeeld voorzichtig doen met een schaar. Ik denk dat het beste is dat je ze een beetje uittrekt en dat je hem dan doorknipt. Dit is het resultaat, de mooie kant. Maar vandaag laat ik het resultaat even zien met een vaccinlichtje erin. En dan heb je iets leuks voor in je huis. En dit was alweer het filmpje. Ik ben benieuwd of jij het ook gaat maken. En misschien heb jij nog wel veel leukere ideeën voor hoe jij je vaccinlichtjes maakt. Laat een reactie achter, abonneer je op ons kanaal en doe duimpjes omhoog. Doei!